Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. U kijkt naar het weekjournaal van Excelsior 31 TV. Deze week staan de volgende items op het menu. Een succesvolle week voor Excelsior 31 JO17-1. De vraag van de week voor Peter Wesselink, Marco ten Bolscher in Kratje Trap. En een vooruitblik op Excelsior 31 tegen Oranje Nassau met Melvin Koetsier. Deze tiende week van 2017 was een erg succesvolle week voor Excelsior 31 JO17-1. De ploeg van trainer Jurjan Wouda pakte afgelopen zaterdag na een 4-1 overwinning op Emmen de tweede periode titel in de vierde divisie. Dit betekent dat Excelsior 31 JO17-1 na afloop van de competitie mee mag doen in de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. Woensdagavond speelde het in de kwartfinale van de beker tegen Berkum. Excelsior 31 kwam in de 35e minuut op een 1-0 voorsprong via Nick Schuitert. Daarna bleef het lang spannend, maar Ismaël Kaya maakte wederom op aangeven van Frank Gerritsen-Mulkus de 2-0. Excelsior 31 JO17-1 bereikt dus de halve finale van het bekertoernooi. De uitgebreide samenvatting van dit bekerduel is te zien op www.excelsior31tv.nl. Wij gaan verder met de vraag van de week, deze week gesteld door Excelsior 31 JO11-5. Zij waren afgelopen zaterdag het team van de week bij Excelsior 31 tegen Urk. Peter Wesselink, onze vraag is, heeft u vroeger ook gevoetbald en op welk niveau en welke club? Goed, vraag van de week, heb je zelf ook gevoetbald en waar? Nou, ik kom uit Apeldoorn, ik heb bij Apeldoornse Boys gevoetbald. En daarna eigenlijk bij Code Eagles in de jeugd en uiteindelijk het eerste elftal daar gehaald. Drie jaar bij Vitesse gespeeld. In eerste instantie in het tweede elftal, later als contractspeler. En volgens bij GVV 2 jaar, Rode Raalte 5 jaar en nog een jaartje Robert Verloositas. Dus dat was mijn carrière als voetballer. Dan Kratje Trap. Daar zien we deze week Marco ten Bolscher in actie. Marco ten Bolscher, aanvaller, goed schot, Kratje Trap, echt iets voor jou. Nou, ik hoop het. Voor die bovenste bovenin krijg ik 10 punten. Ja, voor de kruising 10 punten. Nou, dan ga ik daar maar voor. Ja, dat wordt hem gewoon, knallen op de kruising? Ja, ik probeer het daar op te maken. En de rest, als je denkt van nou 2 keer mis, dan ga je dan voor de grond of toch gewoon blijven schieten? Nee, ik denk als ik voor bovenin blijf. Dat is gewaagd, we gaan het zien, succes. Dankjewel. Je hebt je wel je woord gehouden. Je ging voor 20, het werden er 10. Ja. Hoe kijk je hierop terug? Nou, best wel tevreden. Die eerste ging er goed op, dus dacht ik probeer die andere, maar helaas, ik kwam niet in de buurt. Je kwam niet in de buurt en toen dacht je toch niet van gewoon niet even iets anders? Nee, ik ging voor die bovenste, dus de meeste punten. Hè, dus. Zelfverzekerd en dan moet je genoegen nemen met 10, toch? Ja, daarom, ik ben er tevreden. Dus. Top, dankjewel. 10 punten voor Marco ten Bolscher. Volgende week zien we fysiotherapeut Wim Slooyer. Nou, ik ga mijn best doen. Ik kan niks garanderen. Het eerste elftal ging afgelopen zaterdag onderuit tegen Urk. Op eigen veld werd het 0-2. Kortom, een wedstrijd om snel te vergeten. Moeilijk. Heel moeilijk. Het is inderdaad wat je zegt. Het is een wedstrijd die je snel wil vergeten. En ik denk ook dat we ons gezicht snel naar de volgende wedstrijd moeten zetten. En ook ons daarop moeten focussen. Wel leren vanuit de dingen die toen zijn gebeurd. Hè? En zoveel mogelijk proberen dat op te pakken. En dat meenemen naar zaterdag. Nou, als doelman zie je natuurlijk al het spel voor je. Je hebt natuurlijk vechtlust gezien, wat wij ook vanaf de tribune zagen, maar je zag ook de mindere dingen. Hoe ervaar je dat als doelman? Ja, kijk, inderdaad. Ik vond niet dat het aan ons inzet lag afgelopen zaterdag. Dat leek misschien wel zo van de buitenkant, maar dat gevoel had ik totaal niet. En op een of andere manier waren we gewoon machteloos. Urk was in alle facetten qua druk zetten en dat soort dingen beter.
En ja, daar moeten we wel een antwoord op gaan vinden. Nou ja, goed, we zitten natuurlijk wel in een periode dat het wat minder loopt. Hè? En we hebben wat blessures, we hebben wat schorsingen. Kijk, we bespreken natuurlijk zaterdag na. Maar dan gaat er ook heel snel een streep onder. Want we moeten wel weer naar de volgende wedstrijd kijken. En dus op de trainingen voel je die machteloosheid niet. Kijk, elke wedstrijd is anders. Elke training is anders. Dus daar heb je dat niet. En je probeert op de trainingen weer vertrouwen te tanken. Door spelvormen in te passen. En ja, een beetje het vertrouwen terug te winnen. En voor zaterdag. Heel wat blessures en schorsingen. Zo ook weer aanstaande zaterdag. Hoe moet je daarmee omgaan? Ja, kijk, degenen die er niet zijn, zijn er niet. Dus we moeten doen met spelers die er wel zijn. Kijk, ik denk dat als team zijnde gewoon niet ideaal is. Hè? Kijk, je hebt inderdaad, komen telkens andere spelers op verschillende posities. Ja, dat maakt het voor de automatismen en dergelijke niet makkelijker. En als je dan ook in een fase zit waarin wij nu zitten. Ja, dan zie je gewoon inderdaad dat het vertrouwen minder wordt. Maar ja, we moeten wel gaan zoeken om dat vertrouwen terug te krijgen. Want op een gegeven moment ja, moeten we toch de boel omkeren. En we zullen er vol voor gaan. En het is een belangrijke wedstrijd, wat ik al zei. Hè. 9 punten staan we boven hun. Ja, goed, de onderste plaatsen komen langzaam maar zeker komen ze in zicht. Dus ja, we moeten ten koste van kost punten pakken. Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat moet gebeuren tegen Oranje Nassau uit Groningen. Wat weet jij nog van het duel in het eerste seizoen zelf tegen hun? Gewoon veld. Dus, maar het was volgens mij een zware wedstrijd. Veld was volgens mij een beetje regenachtig. Maar die wonnen we gewoon degelijk volgens mij met 3-1. Volgens mij Frank maakte de 3-1. Die gooide de wedstrijd op slot. En maar goed, als we zaterdag weer zo'n wedstrijd zouden kunnen neerzetten, dan teken ik ervoor. Wat moet je daarvoor doen om weer zo'n wedstrijd neer te zetten na die reeks die je nu hebt gespeeld? Ja, we moeten proberen om denk ik vanuit de organisatie te spelen. En ja, proberen weinig weg te geven, maar ook wel om weer wat te creëren. Volgens mij geven we heel veel weg, maar we creëren ook niet meer zo heel veel. En nou, dat deden we voor de winterstop wel. Toen creëerden we heel veel, dus toen wonnen we ook gewoon wel veel wedstrijden. En ja, we moeten denk ik terug naar vastigheden en het vertrouwen terugkrijgen. En zo proberen die wedstrijd over de streep te trekken. Kijk, en dat hoeft wat mij betreft niet met een mooi spel. Kijk, als dat kan, prima. Hè? Maar als het blijkt dat niet gaat lukken, ja, dan moeten we ervoor zorgen dat we gewoon die wedstrijd over de streep trekken. Kunnen we stellen dat het worden, misschien het terugkrijgen van één team wat elkaar vertrouwt, waar vertrouwen in zit, essentieel is voor de rest van het seizoen? Ja, ja, maar goed, ik vind vertrouwen ook een heel vaag begrip. Hè? Okay, ja, ik praat er nu ook al een paar keer over. En ja, vraag is, hoe krijg je dat terug? Dat kan hem in hele kleine dingen zitten. Dat kan hem in één goede actie zitten. Of in één goede goal. Of op voorsprong komen. Dat kan hem echt in hele kleine dingen zitten. En ja, ik hoop dat we dat weten te vinden. En dat we dan inderdaad dat kunnen meenemen in de wedstrijd aanstaande zaterdag. En ook in de komende wedstrijden. Laten we beginnen met zaterdag. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Tot zover dit weekjournaal. Dit weekend kunt u bij Excelsior 31 TV kijken naar een samenvatting van het eerste elftal. Heel graag tot dan. Deze uitzending werd u aangeboden door Reggefiber en Shubi Reisen.